Wat zijn executieve functies? Executieve functies, of gewoon EF, is een verzameling van cognitieve hersenfuncties die essentieel zijn. Enerzijds om sociaal aangepast gedrag mogelijk te maken en anderzijds om doelgericht te kunnen werken. We zetten ze dus in bij bijna alles wat we doen. Executieve functies kan je niet zien. Wat je wel kan zien is het gedrag dat ermee samenhangt. Er zijn drie kernexecutieve functies: werkgeheugen, inhibitie of impulscontrole en cognitieve flexibiliteit. Werkgeheugen verwijst naar de werkplek in je brein waar je actief met informatie aan de slag gaat. Het werkgeheugen stelt je in staat om informatie tijdelijk te onthouden en dan in te zetten. Zo berekent Yassine bijvoorbeeld een complexe som uit zijn hoofd zonder daarbij potlood en papier te gebruiken om tussenstappen te noteren. Die tussenstappen houdt hij vast in zijn werkgeheugen. Inhibitie of impulscontrole is een soort innerlijke pauzeknop die je helpt om dominante, voor de hand liggende gedragingen, gedachten of emoties onder controle te houden. Zo steekt Mirjam in de klas geduldig haar hand op voor ze een antwoord geeft, terwijl Janne, die wat meer moeite heeft met haar impulscontrole, het antwoord door de klas roept. Cognitieve flexibiliteit tenslotte stelt je in staat om snel en accuraat te wisselen tussen verschillende taken. Het helpt je ook om een situatie vanuit een ander perspectief te bekijken en je aanpak bij te sturen. Als Emma een vraagstuk wil oplossen, overloopt ze voor zichzelf eerst de verschillende manieren om dat te doen. En na goed afwegen, werkt ze daarna de manier uit die het best en snelst tot de juiste oplossing zal leiden. Deze drie kernexecutieve functies maken heel wat executieve functies van een hogere orde mogelijk. Denk maar aan plannen, redeneren of probleemoplossen denken. Ook hier een voorbeeld. Je leerlingen beslissen om al op vrijdag hun huiswerk voor maandag te maken, omdat hun weekend afgeladen vol zit. Om dit te kunnen plannen, gebruiken ze eigenlijk verschillende kernexecutieve functies. Eerst moeten ze juist inschatten hoeveel tijd ze nodig hebben en een goede planning maken. En daarvoor zetten ze hun werkgeheugen in. Daarnaast hebben ze ook impulscontrole nodig om dat leuke tv-programma op vrijdagavond te kunnen negeren. En tot slot spreken ze hun cognitieve flexibiliteit aan om hun oude planning overboord te gooien en met hun nieuwe planning aan de slag te gaan. Hogere orde executieve functies bouwen dus verder op de kwaliteit van de kernexecutieve functies. Wie zijn executieve functies sterk ontwikkeld, maakt dus meer kans om het ook op school goed te doen. Maar niet alleen dat, want wie zijn executieve functies goed ontwikkeld, maakt minder impulsieve keuzes, gaat makkelijker sterke relaties aan en heeft op latere leeftijd meer kans op professioneel succes en persoonlijk geluk. Als jij de executieve functies van je leerlingen kan versterken, dan geef je ze dus een sterke start die ze een leven lang meedragen.